Ja, net zolang tot je het goede beeld hebt. Mijn gast van vandaag werd in 1945 geboren in Hoogkarspel. Maar hij bracht zijn jeugdjaren door in Dordrecht. Hij werkte 40 jaar voor het NRC, was daar staffotograaf en portretteerde vele grootheden. En voor zijn werk is hij vele malen onderscheiden. Zilveren camera, World Press Photo. En hij opent op 30 september een galerie met het werk van de in 2009 overleden kunstenaar Bouke Elstra. Het wordt tijd voor een gesprek met Vincent Mensel. Vincent, welkom. Nou, dankjewel. Geweldig. We staan hier voor je oude school, de Statenschool. Ja, dat klopt. Wat doet dat met je? Nou, de geur van die school heb ik onmiddellijk in mijn neus. Niet op de begaande grond, op de eerste verdieping zaten wij. We hadden daar les van meneer De Vries en meneer Dirkje. Ik weet niet hoe die, of Dirkje noemden wij, maar ik weet niet meer hoe die verder heette. En het was hier altijd warm. En meneer Dirkje rookte sigaren. En soms, als hij boos was, deed hij op een hete zomerdag de ramen dicht voor straf. Ja. Dus dan zaten we en in de hitte en in de sigarenrook. En op deze school, ja, daar heb ik mijn jeugd doorgebracht. Ja. En wij liepen door deze straat op weg naar het hof om daar gymles te krijgen van meneer Dirkje. En die dan in de beroemde Statenzaal. Ja, dat was onze gymzaal. Ja, want die... Wist je dat ik dat trouwens nooit had geweten, dat daar een gymzaal zat? Nee, dat hoor ik van veel mensen. En dat is juist het mooie, dat ik het ook niet wist. Ja, ik wist wel van mijn ouders die dan vertelden, heel plechtig, daar is nog de Statenvergadering geweest. Ja. En allemaal, nou ja, heel... 1572, ja, dat mooie, beroemde verhaal. Ja, maar wij stonden daar op hete dagen, stond die man met een stokje zo, tik, tik. En dan moesten wij rondjes lopen en dan gingen we in een wolk van stof gingen wij rondjes lopen in de Statenzaal. Voor ons de gymzaal. Prachtig, dus. Ja. Want die jeugdjaren in Dordrecht, hè, die staan je nog goed bij? Absoluut, ja. Ik reed nou net weer Dordrecht binnen vanuit Rotterdam. En dan onmiddellijk heb je dat gevoel van homecoming. Dat je thuis komt, hè. Dat je bepaalde momenten hebt dat je waar je aan vriendinnetjes denkt of aan vriendjes. De fietstocht die je maakte van het Oranjepark, waar we in het begin woonden, over de Blekersdijk, richting hier de Statenschool. Later naar het gymnasium op het Beverwijksplein. Mm-hmm. En veel later weer naar het Christelijk Lyceum op de Noordendijk, aan het Halma Heraplein. Ja. Dus ik heb zomer, herfst, winter, voorjaar. Maar dat zit in je kop. Nou, ik zou zeggen, vind je welkom thuis dan. Dank je wel. Ja. Maar jij bent... Dit was er allemaal niet, hè, waar we nu lopen. Dit is allemaal weer opnieuw ingericht. Ontgonnen gebied voor ons. Je durft hier amper te lopen. Ja? Ja. Het was een avontuur om hier te komen. Ja, het was een avontuur. Waar we toch, het was een beetje, het was, zal maar zeggen, een achtergesteld gebied hier. Dus je had altijd toch het gevoel van, een beetje oppassen. Ja. Maar Vincent, voordat we te veel in die geschiedenis blijven hangen van jouw jeugdjaren in Dordrecht. Want jouw vader was predikant. Ja. Vrijzinnig. Jouw moeder was gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid. En er is een moment gekomen in jouw leven dat Vincent in aanraking kwam met de fotografie. Kun je dat moment nog terughalen? Ja, dat weet ik zeker. Dat was ook in Dordt. Dat was, ik maakte natuurlijk zelf wel eens met zo'n boxje fotootjes. Maar er was een fotograaf waarvan ik nu even de naam is mij ontschoten. Die woonde in Zwijndrecht. En die had om wat voor reden dan ook ineens geen rijbewijs. Dat kwam wel eens voor. Ja. En toen had hij mij ingehuurd om zijn autootje te rijden. Ik was bijna 18. En van hem heb ik niet de eerste stappen, maar wel gezien hoe het werkte. En daarvoor, tussen mijn 12e en mijn 18e, heb ik wel intensief, zoals iedereen met een cameraatje gewerkt. Ja. En op de academie waar ik naartoe ging in Rotterdam, de kunstacademie. Ik reisde heen en weer met de trein tussen Dordrecht en Rotterdam. Daar kwam ik in aanraking echt met de jongens die schilderden, tekenden, fotografeerden. En ik ontdekte dat de fotografie een soort plaatsvervanger voor mij was. Ik kon niet tekenen, ik kon niet schilderen.
Ik kon helemaal niks. Maar dit leek me nou toch de manier om creatief te zijn. En dat heeft jou zo gegrepen dat jouw werk is wereldberoemd geworden. Wow. Mensen die dan denken van, nou, ik ken het nog niet echt, moeten dat zeker een keer gaan googelen. Ja. Je hebt heel veel beroemdheden voor je lens gehad. Jij was de fotograaf van de macht in de jaren 70, toen jij de politici ging fotograferen. Je hebt daarmee met oud-premier Den Uyl heb jij destijds de beroemde foto gemaakt. Ja, dat klopt. Hij was toen nog geen premier, maar hij was op weg naar het premierschap. Ja. Tijdens zo'n verkiezingsbijeenkomst die je nu ook overal hebt. En zijn vrouw heeft hier in het Dordtse Museum, waar we hier nu net aankomen, mijn tweede, maar ik had een tentoonstelling gehad in Amsterdam, maar de grootste tentoonstelling van mijn werk in 1973. Dat was je eerste tentoonstelling, hier in het Dordtse Museum geopend, ja. Precies. Eerst zou Den Uyl dat doen, maar die kon niet. En toen heeft zijn vrouw dat gedaan en daar was ik natuurlijk ook heel blij mee. En daar hadden ik had een fantastische eerste, ja, je bent maar heel kort bezig, hè, een jaar of 7, 8 of zo, met fotograferen. En ik had al in een echt museum een tentoonstelling. Nou, dat was natuurlijk heel bijzonder voor mij. Ja. En je realiseert je eigenlijk dat pas wanneer je een stukje ouder bent. Ja, want terugkijkend, hè, want dat doen we nu in feite even. Ja. Dat is af en toe heerlijk, moet ik zeggen. Ja. Vincent, worden foto's zoals wij mooier naarmate ze langer liggen? Nou, dat is een goede opmerking. Daar had ik nog nooit over nagedacht, maar sommige foto's, als je ze terugziet, hè, dus portretten of situaties die je vrij gewoon vond toen je ze op het moment dat je ze fotografeerde. En als je ze dan nu weer terugziet, denk je, verrek, mooi moment dat je dat hebt, dat je daarbij was of dat je die hebt mogen portretteren. Je kijkt er anders naar. Ja, absoluut, absoluut. Ja, doe ik nu zeker. Ja, want nou kom jij uit een, mag ik toch wel zeggen, het analoge tijdperk, de filmrolletjes. Ja. En vooral vandaag is het allemaal digitaal. Ja. Mis jij dat tijdperk van de analoge fotografie nog wel eens? Met andere woorden, mis jij die doka? Dat knutselen in die... Die spanning van wat komt er tevoorschijn? Dat knutselen in die donkere kamer, ja, dat was natuurlijk magisch. Hè? Dat je daar stond boven zo'n bak met zo'n lampje. Je had eerst dat filmpje ontwikkeld. Ja. Staat het er wel op? Hè? Ja. Nu staat iedereen, ze maken een foto's, ze staan alleen maar zo. Gelijk. He, dat is een heel bizar gezicht. He. Dat is net als mensen met een telefoon de hele dag, die in zichzelf lopen te praten. Heb je nu mensen die maken een foto en dan gaan ze zo kijken. En dan kijken ze niet wat er verder gebeurt. Ik maakte vroeger een foto en dan keek je, is er nog meer? Nu staan mensen een foto en dan gaan ze zo kijken. En dat is een hele nieuwe setting, zeg maar. Dus daar moest ik wel even aan wennen. En ik heb me heel erg voorgenomen, ik ga nooit kijken. Dat automatisch. Ik maakte gewoon nog steeds 36 opnames digitaal. En dan was ik klaar en dan dacht ik, nou even kijken of het klopt. Maar dat kon je ook niet met een filmpje doen. Je kon niet zeggen, nou dan ga ik even snel kijken of het erop staat. Je moest wachten tot je thuis was, in dat trommeltje, tegen dat lampje kijken. En dan zei oh, ja, er zit er één bij, die is goed. He? Maar dat is toch die spanning. Ja, absoluut. Dat mis je ook behoorlijk. Maar dat heb je nu op een andere manier weer. Nu ben ik weer nerveus. Ik moet binnenkort voor een vriend van mij, die vroeg weer een paar trouwfoto's maken. Oh. Nou, daar word ik helemaal zenuwachtig van. Dat heb ik in mijn leven lang. De enige keer dat ik een trouwerij deed was, dan gingen de mensen vervolgens, als je de nabestellingen kwam brengen, zeiden ze, hoeft niet meer, we zijn al uit elkaar. Dus ik was daar. Maar dat ga ik nu doen, dat vind ik leuk. Ik heb dat die mensen, maar ik ben daar heel zenuwachtig voor. Want mensen zijn zo verwend door die digitale fotografie, dat alles gelijk glossy en geweldig is. Dus, en ik ben maar toch een beetje van de rauwe fotografie. Dat is heel opmerkelijk wat je zegt. Ik bedoel, jij bent degene die Audrey Hepburn, de mooiste foto overigens, vind ik trouwens zelf, hè, van Audrey Hepburn die je gemaakt hebt. Ja. Niet de minste, je hebt vele beroemdheden voor je lens gehad, dat je zenuwachtig bent voor een trouwerij. Ja, maar ik ben altijd zenuwachtig. Ik ben nu ook zenuwachtig. Okay. Ik ben altijd nerveus op het moment dat je iets moet gaan maken. Je moet dus iets creatiefs maken, je moet iets neerzetten. Maar dat is misschien die gezonde spanning die we dan hebben. Ja, dan heb je altijd een beetje dat je 's nachts, dat je de avond van tevoren denkt, zou het wel goed gaan? Je bent altijd een beetje bang. Gezonde spanning, maar soms is het wel te veel hoor. Oké, okay, dat herken ik ook omdat wel je veel van, er wordt veel van je verwacht. Dus en dan zeggen ze, nou is dat nou alles? Ja. Denk ik dan altijd. Ja, en dan soms zit er gewoon net dat goede bij. Ja. Want van al die mensen die je hebt ontmoet, is er een moment gekomen dat jij in contact kwam met Bouke Elstra. Precies. Hoe is dat gegaan? Dat kwam via mijn oudste broer Paul en mijn ouders.
Mijn oudste broer Paul had, mijn ouders gingen vaak naar Pictura, hier op de Voorstraat, naar openingen. En daar werkte Bauke Elstra onder andere, maar ook Kees Budding, Otto Dieke, beroemde Dordtse kunstenaars zaten daar, Loet en Bos. En mijn ouders hadden Bauke ontmoet, was een jong gezin met José, 3 kinderen. En mijn oudste broer ging daar oppassen. En ik ging met mijn oudste broer wel eens mee, niet oppassen, maar naar het atelier van Bauke, wat toen nog in Pictura was. Ja. Nou, en zo heb ik ze ontmoet door die openingen eigenlijk in Pictura of bij Punt 31 of zo. Allerlei galeries in Rotterdam, in Dordrecht, die hadden echt soms vooruitstrevende dingen. Er gebeurde in Dordt heel veel op het gebied van de kunst. Met name Punt 31, ja. Dat was een select gezelschap die heel progressief precies, waren in hun werk. Daar werd een beetje raar tegen aangekeken. Ja, maar dat was het leuke. Zoals Hanneke van Halenwijn, die in de Wijnstraat woont, maar die had de Galerie Bint op de Aardappelmarkt. Nou, daar kwam toe Le Monde naar een opening. Maar zo heb ik dus, toen ik zo'n jaar of 10, 11, 12 was, Bauke ontmoet. En dan ging ik wel eens mee naar zijn atelier. Ik zat op zijn atelier wel eens, want het leukste is natuurlijk van een kunstenaar om bij hem op zijn atelier te zitten en een beetje die olie te ruiken. En een beetje, ja, dat deed je, ja, inspiratie kan je niet zeggen. Maar ik keek het wel eens af. En daar is dus ook de allereerste ontmoeting dat Bauke heel kwaad was. Want hij ging een keer weg en toen mocht ik op zijn atelier blijven zitten. En hij was toen met zand en olie aan het schilderen. Dat was 50er jaren. Dus ik dacht, toen ging hij weg, toen had ik een plankje achter. En toen ben ik ook met die olie en het zand heb ik op zo'n plankje zitten knoeien. En toen was hij woest later dat ik aan zijn spullen had gezeten natuurlijk. Maar dat vergeet je nooit. Nee. En dat was mijn allereerste echte ervaring met Bauke. Maar... En door de jaren heen zijn we natuurlijk hele goede vrienden geworden. Als ik aan Rotterdam op zaterdagmorgen de deurbel ging, wist ik wel een beetje, dat is Bauke. Ja. Je zei, zo, kom even langs, hè, kopje koffie en dit en dat. Ja. En Kees Budding, die schreef ooit dat de schilderkunst van Bauke superieur is aan de fotografie. Aha. Wat vind jij daarvan? Nou, dat vind ik een goede mening. Ik weet niet of het zo is. Ik weet niet, maar ik denk wel dat fotografie, met alle respect voor de grootste fotografische kunstenaars, natuurlijk toch altijd een beetje een gemankeerde vorm van schilderen en tekenen is. In de zin van dat je natuurlijk het liefste dat beeld wat je ziet mooi wil schilderen of mooi wil tekenen. Ja. Nou, als je dat niet kan, ga je heel mooi fotograferen. Ja. Nou, we hebben het in het begin van het gesprek gehad over mijn cameraman, Fokker van der Straten, die ook fotografeert, de website Fotografie. Ja. Dat ik wel eens denk van hij schildert met zijn lens. Ja, nou, dat is natuurlijk ook zo. Je loopt rond en dan je gaat kijken wat is. Net zolang tot je het goede beeld hebt. Dat doet een schilder ook in een teken. Die gaat zitten en die denkt: dit is het. En een fotograaf doet hetzelfde. Je gaat zitten op een plaats. Ik zie dit huisje achter ons. Ja. En dan denk ik, ga ik nou rechts staan? Ga ik nou links staan? Wil ik dat huisje erbij hebben? Wil ik dat gangetje erbij hebben? Hoe ga ik? Wacht ik tot er iemand voorbij loopt? Je gaat al die composities bedenken. Ja. Maar ondertussen moet je het wel fotograferen. Want je kunt het niet meer overdoen als een leuk moment passeert. Precies. Nou, wat een herrie in Dordt, zeg. Ja. Wordt gewerkt. Wordt gewerkt. We staan hiervoor. Dit is het oude atelier van Bauke Elstra. Ja. Nu de galerie die José Elstra is begonnen. Hè? Galerie Bauke Elstra staat in Bauke. Ja. Met het werk van Bauke. En zijn, dat is natuurlijk ook het leuke van zo'n kunstenaar. En daarom is het ook leuk om op een atelier bij een kunstenaar te zitten. Ze verzamelen veel. Al is het alleen maar om... dingen te kunnen gebruiken in werk. Al die autootjes, dingetjes. Het is allemaal... we zullen eigenlijk wel een boekje zien van Bauke, waarin je ziet... Zullen we eens naar binnen gaan? Dat is misschien leuk. Ik vind het leuk. Ja? Wel een mooie foto van mij, ooit gemaakt. Die heb jij gemaakt? Ja, 100 jaar geleden. Er staat geen jaartal bij, maar ik denk dat zeker wel... We gaan dus naar binnen, Vincent. Ja. Goedemorgen. Hallo. Hallo, José. We zijn gevonden. Ik zal hem even voorstellen. Ad van der Heerik. Nou, deze man hoeft geen introductie. Ja, hoop ik al gezien, maar geef je nog even een zoen, hoor. Ja. Hoi. We zijn in het oude atelier van Bauke. Ja. Nu Galerie Bauke. En dat zag er toen heel anders uit. Ja. Want Vincent, wat
spreekt jou nou zo aan in zijn werk? Ja, toch een vorm van herkenning van het werk van Bouke. Dat je die realiteit van momenten, die, zeg maar, hij kan momenten bij elkaar brengen die als fotograaf niet zo makkelijk in één beeld weet te vangen. En hij is natuurlijk, doordat hij momenten bij elkaar tekent en schildert, is hij natuurlijk een kunstenaar van grote orde. Omdat hij dingen doet die ik als fotograaf ook graag zou willen. He, die, ja, zo'n moment schilderen van een dansend paar met een muzikant. Ja, dat zijn ook, zeg maar, een soort van ja, de beelden die je in je hoofd oproept, die je als fotograaf graag zou willen. En hij schildert het, of hij tekent het. Het is natuurlijk een fantastische humorist ook in zijn werk. Hè? Er zit altijd een soort van verkapte humor in, of er zit een soort levenswijsheid. En het is werk waar je dol op bent. Als je hier in de lades kijkt bij José, ja, en je ziet al die leuke tekeningen van Bouke hier, die stuk voor stuk een soort hebberigheid oproepen en zeggen van, god, wat een leuk moment dat je mensen in de woonkamer zo kunt tekenen. Of ja, er is van ieder beeld, van een ets of van zijn tekeningen, maar zijn etsen. Ja, er ligt hier een prachtige ets waarvan ik zeg, ja, dat is uit de oude tijd nog, uit de 60er jaren, denk ik. José, 60er jaren. Maar daar word je heel maar dit is werk warm van. Waarvan jij zegt, dat zou ik nooit met mijn camera kunnen doen. Nou, door zo'n dansend paar waar je het net over had. Zou wel kunnen, maar dan zit je toch heel erg te knutselen. En dat zit hij natuurlijk ook hier in zijn atelier. Ja. Dat hij zat natuurlijk al die dingen wat die in zijn schetsboekjes had en in zijn hoofd had, zat hij in één machtige beweging in een lijntje op dat papier te zetten. En nou is 30 september, ja, is de opening, ja, van deze galerie. De officiële opening, mag ik het zo zeggen? Jij gaat hem verrichten. Is het de officiële opening? Ja. Eigenlijk wel, hè? Ja, ja, dat heb ik iedereen beloofd toen in maart, toen het open ging voor het kunstrondje Dordt. Ja. Omdat er nog een keer een grote opening kwam. Want dat was eigenlijk meer het intreden met al de galeries in Dordrecht. Ja. En na de opening kunnen mensen dan hier terecht? Ja, ja, nou ja, dat is de bedoeling. In principe open, men kan een afspraak maken, ja, maar ook elke zondag zit ik hier. Oké. Vincent, de tijd is alweer om. Ja. Zo gaat dat. Gaat snel, hè? Ja. Ik ben blij dat jij er was. Verdorie. Nou, maar in ieder geval, ik wens jullie heel veel plezier. Op de 30ste. Ja. Hoe laat is het? Tussen 2 en 6. Vanaf 2 uur, hè? Ja, dit is een conceptje van de... Het is nog niet helemaal af. Ik zal het even in beeld brengen voor mijn camera. Zondag 30 september. De feestelijke opening van Galerie Bouke Elstra. Om 2 uur. Tot 6 uur, ja, 's avonds. Ja. En Fred van Zegveld maakt muziek. Kijk aan. Dat is het leukste wat er is. Vincent, bedankt voor het gesprek. Dankjewel. Bedankt jullie voor de gastvrijheid. Ik wens jullie daar heel veel plezier bij. Wij zullen aanwezig zijn. Okay, absoluut. En zover deze aflevering. Volgende week dan praat ik met het Tweede Kamerlid in Dordrecht wonende Gerard Schouw van D66. De aanloop naar de verkiezingen. Tot volgende week.